Hallo kijkers van Inazuma Go NL, ik ga weer verder met het spelen van Inazuma NL van Go Shadow. De vorige keer eindigde dat we hebben gespeeld tegen het team van Scotty Banyan, Inazuma Kids C, en we zijn verheugd om te gaan spelen tegen ze. En we gaan nu naar huis om uit te rusten voor de grote wedstrijd van morgen tegen Prodigy Gamer. Arjen denkt nog steeds dat het echt een spannende wedstrijd gaat worden. Maar de anderen weten natuurlijk al lang wat de uitslag gaat worden, omdat de fifth sector dat al lang heeft bepaald. We moeten in de tuin zijn. Arjen, wat is er met jou gebeurd? Je zit helemaal onder de viezigheid. Maak je geen zorgen aan, tante Sylvia. Ik heb geen pijn of zo. We hebben gewoon getraind bij de rivieroever. Oké dan. Je bent echt serieus met al die training, niet waar? Kom op, ga je maar schoonmaken of zo. Ik zie je morgen, Sky. Wacht, ik denk dat je nog iets moet weten. Mevrouw Hillsheim een tijdje terug. Het was Victor die iedereen heeft verteld over de deal van Sven en Lars met Prodigy Gamer. Wat? Waarom zou hij dat willen vertellen? Ik weet het niet, maar het lijkt wel dat hij probeert Raymond van binnen te vernietigen. Nou ja, dat is hoe ik er tegenaan kijk. Ik weet het echt niet, maar alsnog, je hebt een wedstrijd morgen, dus weet zeker dat je goed bent uitgerust. Ik zie je later. Victor heeft dus, want Sven en Lars gingen alvast van tevoren de stand en zo afspreken. Blijkbaar heeft Victor dat verteld aan het team, waardoor daar dus opstootje was gekomen. De dag van de wedstrijd. Dus blijkbaar is Victor degene die dan achter het opstootje zit. Dus hij lijkt erop dat hij de club van binnen wil slopen. Wow, die man is echt snel. Een goede rentechniek. Ik wou dat ik zo snel kon rennen. Een van je vaste renplaatsen? Ja, zeker, dat is het. Het is een goede plaats hier zo. Om je longen te vullen met frisse lucht. Wanneer je lichaam pompt, voel je de wind tegen je lichaam. Voel je je niet één met de wind? Ja, wel een soort van. Mooi zo, dan ben ik dus niet de enige. Maar ik moet nu gaan. Ik zie je nog ergens hier zo. Veel succes met je rennen. Dat is Native Sith. Dit is een apart deel van de story. Je hebt twee versies van de game. Ik heb het speel Shadow. Dan heb je dus Nathan. Dit zit niet bij de Go Light, dat je Nathan hebt. Bij Go Light heb je weer iemand anders, dat is Xavier, die je dan tegenkomt in het verhaal. Die doet weer hele andere dingen. Dat komt nog later in het verhaal. Er komt ook nog iets anders dat alleen voor Shadow is, maar dat ga ik zo meteen wel zeggen. Wauw, hij was echt cool. Ik kan weer beter verder gaan met het rennen. Ja, dat ga ik niet zo meteen zeggen, maar het komt nog in het verhaal ook. Maar dat gaan we wel echt spelen. Je kunt maar allemaal beter klaargemaakt voor de wedstrijd met Prodigy Gamer vandaag. We spelen een uitwedstrijd. We nemen de bus naar de grond van Prodigy Gamer. Als je klaar bent met voorbereiden, moet je wachten op het veld voor de school. Ik ben ervan over. Nee? Ik neem aan dat jullie allemaal weten dat deze wedstrijd van tevoren al een bepaald stand is. Ik hoop dat jullie allemaal gaan inhouden. De directeur van de school. Hetzelfde geldt voor jou, coach. Als je de regels niet volgt, zullen er consequenties komen. Doe maar niks doms vandaag. Je hebt de directeur gehoord. Arjen, je benen zijn helemaal vies. Ben je vanochtend weer aan het trainen gegaan? Dat klopt.
Het wordt misschien niet een wedstrijd vandaag, maar ik wil er klaar voor zijn wanneer het moet. Wauw, ik wou dat ik zo goed bezig was. Ik zou net zo goed als jou willen zijn. Ik ga mijn beste voet doen ook. Hé hey Ricardo, waar zijn Lars en Sven? Ze zijn hier nog niet. Ze zijn in contact met Mr. Hills. Ze zeggen dat ze ons ontmoeten bij Prodigy Grammar. Ik hoop dat ze op tijd komen. Zullen we alvast naar het trainingsveld gaan en ons voorbereiden? Oké, Ricardo zit er wel in onze groep. Lars en Sven zijn er nog niet. We weten dus niet waar ze zijn. Maar we hebben contact met ze. We moeten even kijken hoor. Komt hier wat in de groep? Nee, er staat nog niks op de WhatsApp groep over Lars en Sven. Ik maak geen foto's, dat doe ik aan het einde wel. Je kan van de kaart foto's maken. Als je bepaalde foto's hebt, kan je weer spelers scouten. Maar dat heb ik allemaal nu even niet nodig, want het gaat gewoon om de verhaallijn. Oh, ik verschoof een beetje met DS. Maar het maakt niet uit. Wauw, gaan we naar het veld met dit? Dat klopt. Dit is de bus die we gebruiken voor alle clubgerelateerde vervoer. Ik ben degene die jullie zou rijden, kinderen. Ik reed ooit in Inazuma Japan al die jaren terug. Dat waren goede tijden, weet je. Dat kan niet waar zijn. Echt wel. Dus je kan op me vertrouwen. We hebben onze wedstrijd tegen Prodigy Grammar vandaag. Dus we gaan er met de bus erheen. Ik kan maar beter zorgen dat ze er klaar voor zijn. Dit is dus een beetje het Inazuma busje dat ze al hadden bij Inazuma 11. Maar dan vernieuwd met dezelfde gene achter het stuur. Meneer Veteran. Dat is wel cool. Praat met meneer Veteran wanneer je klaar voor bent. Ben je klaar voor de wedstrijd, kinderen? Ja. Nou, aan boord dan. De bus is mijn trots en mijn eer. Ik kan je overal krijgen met deze bus. Laat me maar weten wanneer je ergens heen wil. Dan kan ik het voor zorgen. Je kan een map gebruiken. Nou, we gaan weg met het busje nu. Dit is het stadion van Prodigy Grammar. Even voor duidelijkheid, Prodigy Grammar is niet een van de teams waar Inazuma Eleven ooit al tegen heeft gespeeld. Het is een heel nieuwe school. Wauw, luister naar het publiek. Ze verwachten echt dat hun team een hoop overwinningen gaat halen, verwacht ik. Ja, maar de eerste dingen eerst. Je moet hallo zeggen tegen onze tegenstanders. Ik ben benieuwd waar ze zijn. Praat met het Prodigy Grammar Team. We kunnen nu dus de kaart gebruiken. Dan kunnen we overal gaan door de hele stad Tokio. Want daar speelt Inazuma Eleven. We zijn hier gewoon voor de school van Prodigy Grammar. Laten we eerst even ons energie opladen. Anders zijn we helemaal moe. Oh, er staat een topconditie staat er. Dat is mooi. Nou, een groot stadion hier zo. Dit zijn eerst wezen. Zo, dus tegen jou moet ik gaan. Wil je iets van me? Ja, dat je ons. Wedstrijd tegen ons.
En als ik vandaag scoor, dan heb ik voor mezelf een paar goede dingen gedaan. Aha. Dat wil ze zelf trots gaan maken deze wedstrijd. Dit is je hoge irregulatie. Het lijkt erop dat Lars en Sven niet komen opdagen. Oh, dat is niet zo goed. Grom, grom. Maar waarom zou je dat zeggen? Ik heet jullie welkom op de grond van Prodigy Grammar. Dit is de Prodigy Grammar 11. Ik ben een kapitein, Dave Inchi. Een aanvoerder. Ik denk dat het vandaag wel zwaar gaat worden voor jullie. De uitkomst is nogal lang bepaald, maar het gaat nog zwaar worden. Het is wat? De wedstrijd gaat zo beginnen, maar Lars en Sven zijn er nog steeds niet. Ik heb wat slecht nieuws, jongens. Lars en Sven zijn er vandoor gerend. Ze hebben een briefje achtergelaten in de bus dat ze niet terugkomen. Ze zijn absoluut bang, Rikke. Hoe durven ze? Nou, wat een verrassing. Het was alleen maar een kwestie van tijd. Maar alsnog, ons verlaten recht voor de wedstrijd, dat is zo laag van ze. Hoe gaan we hun plaats nou opvullen? Coach, kunnen we Blake niet in het veld zetten? Nee. Sherwin, Lepin, jullie gaan erin. Ga je tenues aan doen, helemaal nu. Maar wat? Gaan we spelen? Dat is nog eens het grote werk, Arion. Ik weet niet zeker of ik er wel klaar voor ben. Ik ben eigenlijk wel blij. Een echte wedstrijd. We hebben onze commando's. We gaan verliezen. Het maakt eigenlijk niet helemaal niet uit wie er op het veld staan. Die twee weten nog steeds niet dat we zouden moeten verliezen. Ik denk dat ze maar moeten vertellen, Ricardo, niet waar? Er is geen nut om het te vertellen. Ze gaan het tijdens de wedstrijd wel uitvinden. Of ze het nou leuk vinden of niet. Dus Arians, zo weten we nog steeds niet wat er gaande is. En Lars en Sven zijn niet komen opdagen. Aangezien, ja, wat het team eigenlijk willen naaien. Ik en JP vallen eerder op de plaats van Lars en Sven. In het eerste team. De druk is hoog. Maar het komt goed. Dat is een vaste uitspraak van Erwin. Praat Mr. Hills wanneer je klaar bent. De volgende wedstrijd ga ik dus tegen Prodigy spelen. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, want Erwin weet nog steeds niet wat er allemaal aan de hand is in de voetbalclub, dat het niet eerlijk wordt gespeeld. En dan gaan we dus de volgende aflevering wedstrijd spelen. Dan zeg ik nu dus, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, en dat is: doei!